Eind jaren 80 kwam Toyota met een compleet nieuw merk op de markt, Lexus, gericht op de topklasse en te concurreren met onder andere BMW en Mercedes. Een flinke opgave en we zijn inmiddels ook dan weer bijna 25 jaar verder en zien dat Lexus eigenlijk nu pas een eigen lijn, een eigen stijl heeft opgevat. Niet meer de kopieën van de Duitse merken, maar gewoon zichzelf geworden. En dat hebben ze niet verkeerd gedaan, want we zitten nu in deze nieuwe Lexus GS, bewust een keer achterin, omdat vaak eigenaren van dit type auto's achterin plaatsnemen en gereden worden. Daarvoor heeft Lexus de nieuwe GS van alle gemakken voorzien. Ten eerste natuurlijk volop ruimte voor hoofd en benen, maar ook alle voorzieningen. Bijvoorbeeld stoelverwarming achterin, bediening van het audiosysteem in het midden op de uitklapbare armsteun. Alles wat maar denkbaar is, is in deze auto aanwezig. Dat zien we bijvoorbeeld ook voorin. Prachtig hout op dashboard en hier ook op de deurpanelen. Maar ook het grootste digitale scherm dat in de auto-industrie gebruikt wordt. Bovendien, afhankelijk van het uitrustingsniveau en Mark & Levinson stereo-installatie, met een typisch Amerikaans basgeluid, maar wel zeer hoogwaardig. Technisch richt Lexus zich met alle modellen op de hybrides. En in Nederland is het zo dat alle nieuwe Lexus modellen die worden uitgebracht alleen als hybride verschijnen. Dat heeft ook wel zijn effect, want ook al denk je wellicht dat in deze topklasse brandstofverbruik en dat soort zaken niet zo van toepassing zijn, toch speelt dat wel degelijk een rol. Deze Lexus GS is voorzien van een 3,5 liter V6 benzinemotor, 293 pk sterk. Daarbij komt nog de kracht van een 200 pk sterke elektromotor, die of de auto geheel zelfstandig kan aandrijven in de elektrische modus, samenwerkt met de benzinemotor of de benzinemotor alleen het werk laat opknappen. De prestaties zijn fors, maar de kwaliteiten van de Lexus zitten vooral in het comfort. En comfort gaat verder dan alleen het uitstekende onderstel. Comfort slaat ook op het zitcomfort van de stoelen, maar ook de enorme stilte in het interieur, de klank van de stereo-installatie en niet te vergeten de materialen die Lexus bij de afwerking gebruikt heeft. Alles is aan deze auto werkelijk topklasse. Eén klein minpuntje, en verder kunnen we er echt niet in gaan, dat is dat de soort joystick bediening in het midden op de console voor de boordcomputer, navigatie en alle eraan gekoppelde functies, dat die erg onhandig werkt. Er zit geen gevoel in die knop. Maar daarmee verstomt ook meteen weer alle kritiek.